Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Nog steeds veel wolken boven Nederland en vanaf de Noordzee worden ze ook nog wel aangevoerd, maar die wolken worden minder dik en geleidelijk aan begint de zon voorzichtig door te breken. In de ochtend kan het al in het zuiden van het land gebeuren en vanmiddag komt dat op meer plaatsen aan bod. Maar het noorden van het land blijft nog steeds gevoelig voor hardnekkige wolkenvelden. En daarom is het daar ook niet zo heel erg warm. Zo'n 17 graden op de Wadden, 19 graden in de kop van Noord-Holland tot Groningen. In het zuidoosten van het land kan het zelfs 23 graden worden. De wind is zwart tot matig uit de noordwestelijke richting. En vanavond en vannacht. Winnen de opklaringen langzaam maar zeker het terrein van het westen uit? We krijgen een rustige nacht en morgen is het ook heel rustig weer met de wind die langzaam noordoost wordt. Dat betekent dat de aanvoer vanaf de Noordzee gestagneerd, wolkenvelden verdwijnen steeds meer, de zon breekt door en het wordt 21 tot 25 graden. Het is morgen op de meeste plaatsen droog, donderdag zou er wel een enkele bui kunnen vallen. Vrijdag is die kans weer wat minder groot en zaterdag juist wel weer aanwezig. Temperaturen lopen verder op naar in het binnenland waarde rond 25 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl